Dit is Unmatrix TV en mijn naam is Arjan Bos. In de eerste video heb ik je een introductie gegeven van wat Unmatrix is. En dit is de tweede. Dus ik had zoiets van laten we beginnen bij het begin. En het begin is de start-up van de dag. En tijdens de start-up van de dag doe ik eigenlijk een heel aantal specifieke dingen. Ze zijn heel simpel en daar wil ik je stap voor stap mee in meenemen. En de allereerste is het moment van wakker worden. Om dat moment echt helemaal voor mezelf te pakken. En daar ook iets heel bewust en specifieks mee te doen. Ik heb deze tip van Martijn van Staveren. Dus we gaan eerst even kijken naar mijn gesprek met hem en wat hij daarover te zeggen heeft. Ik heb twee keer aangehaald in vorige uitzendingen over de ochtendbekrachtiging. En die heb je in een van je lezingen heb je die gegeven. Ik heb daar even aan gerefereerd. En we kregen een vraag van, goh, zou je daar nog eens wat meer uitleg over willen geven, over hoe je dat dan kan doen? Ja dat, dat ging over de start-up, zeg maar, hè, van de dag. Ja, het allereerste moment dat je wakker wordt. Daar ging het over. Ja, dat is een heel belangrijk punt voor ons allemaal, hoor. En ik heel af en toe doe ik hem zelf ook echt niet, doordat ik gewoon dan zo al lekker in mijn energie zit en dan is het eigenlijk al goed. En toch is het belangrijk om het wel te doen. Dus waar hebben we het toen over gehad? We hebben het gehad over de start van de dag. Ja. De start in jezelf. En wat heel belangrijk is dat wij gaan beseffen dat alle werkelijkheid buiten ons een afspiegeling is van ons innerlijk ik. Het is er wel, maar uiteindelijk kan het alleen zijn als jij er bent. Met andere woorden, als de grondtoon van jezelf niet wordt afgestemd innerlijk met de doelstelling van dat je er die dag heel erg aanwezig bent, dat het weer heel erg toe doet dat je op de aarde aanwezig bent. Als je dat niet neerzet, dan ben je eigenlijk een beetje, dan ben je de dag aan het overkomen. De dag overkomt jou. Dat is een zo'n groot verschil. Het gaat er echt om dat wij als scheppers binnen in onszelf aanwezig zijn, als wezens van origine. En dat kunnen we doen door de grondtoon neer te leggen. En ik heb daar toen al iets over gezegd. En dat kun je op heel veel verschillende manieren kun je dat natuurlijk doen. Dat doe je op je eigen manier uiteindelijk. Ik inspireer alleen door te vertellen hoe ik dat doe. En ik doe dat heel bewust door een keuze te maken van eerst een moment van stilte in mijn systeem op te halen. Dus het spreken, wat ik veel doe natuurlijk om ook verbaal de informatie op gang te brengen, om dat niet te doen, om in de stilte te zijn. En ik doe dat meestal al als ik wakker word. Ik word wakker en ik besef direct ogenblikkelijk dat ik er ben. Mm-hmm. En in het moment dat ik er ben, realiseer ik mij dat door mijn ogen dicht te houden. En ik ga mijn hele lichaam, vanaf mijn schedel tot aan mijn voetzolen, ga ik voelen. In een flits. In het begin deed ik dat heel erg per deel. Hè? En hoe meer je dat doet, hoe minder je dat allemaal in details hoeft te doen. Ik besef dat ik met mijn wezen aanwezig ben in het lichaam, in die dag. Ik houd mijn ogen dicht. En ik spreek met mezelf een aantal dingen af. En dat is als eerst dat ik observeer dat ik op de aarde aanwezig ben. Dus ik heb het voorstellingsvermogen in mezelf paraat dat ik op de aarde aanwezig ben. Ik observeer dat ik op een prachtige levende bibliotheek aanwezig ben, waar het water stroomt, waar de dieren zijn. Ik hoor de bladeren ruisen, ik voel de wind in mijn gezicht. Dat gaat allemaal in een flits. En in dat moment besluit ik, wat ga ik van deze dag maken? Waar gaat het om? Gaat deze dag erom om er weer een leuke dag van te maken en allerlei gesprekken met mensen te voeren en dan het eind van de avond uitgeput in bed te gaan liggen? Of gaat deze dag erom dat ik gewoon met een heel veel vreugdevolle aanblik hier kan zijn en eigenlijk niet eens iets hoef te doen, maar het besluit neem dat het allerbelangrijkste is dat ik er ben? En dat doe ik. Ik inspireer mezelf nagenoeg elke dag hoe groot en dankbaar ik mag zijn dat ik hier als mens ben. En dat is iets wat we allemaal te weinig doen. Dus we gaan met onszelf afspreken dat we een grondtoon neerzetten. En dat kan een gedachte zijn die uiteraard voortkomt uit een gevoel. En als je die gedachte al aan de kant kunt zetten, je kunt al in het moment voor de gedachte aanwezig zijn, dan voel je uit je gevoelsbewustzijn, voel je de impuls naar voren komen van dit is wat deze dag voor mij in petto heeft. En als dat niet naar voren komt, blijf je gewoon in stilte. En dan spreek je gewoon af van en het is er al. Ik haal zelf iets heel sterks naar voren altijd, wat voor mij heel goed werkt. En dat is dat ik de afspraak steeds weer maak om in contact te zijn met de andere mensen. Hmm. Om in contact te zijn. En dat ik dat doe, niet omdat daar een reden achter zit om die andere iets te brengen, maar vooral ook om zelf te kunnen ontvangen.
Dus ik kan pas iets geven aan de ander als ik mijzelf openstel om te ontvangen. Dus ik kijk ook heel veel in mensen hun ogen. Niet alleen om te geven, maar ik ben ook in afwachting van wat mag er binnenkomen. Want ik weet dat ik de tegenovergestelde, degene die ik tegenover me heb, dat dat dus een afspiegeling is van het albewustzijn. En dat uit die ogen, uit die ziel, naar mij toe ook informatie kan komen die mij inspireert. Dus ik spreek met mezelf af, vandaag is een dag waarin er weer allerlei mooie, nieuwe activaties plaats gaan vinden. Ik sta open als een wezen hier in een menselijke gedaante. Ik draag de oorspronkelijke coderingen bij me mee in het emotionele bewustzijn, waardoor mijn spirituele bewustzijn open staat om met iedereen in contact te zijn. En ik maak daar geen onderscheid tussen leuk of niet leuk. Alles wat er is, is er. Dus ik ben in het moment alles wat ik mij kan voorstellen vanuit mijn gevoel. En in sommige gevallen zet ik ook echt een center point neer. En dus dan ga ik, stel je voor, we hebben allemaal bepaalde dingen te doen. Je gaat naar je werk. Of je hebt een dag waar je met vrienden of vriendinnen op stap gaat. Waar gaat het dan om? Ga je dan een leuke dag starten om met elkaar op stap te gaan? Of gaat het om de afstemming met elkaar? Om samen te zijn? En dat is wat ik naar voren haal. Deze dag brengt weer heel veel nieuw samen zijn naar voren. En in dat samen zijn realiseer ik mij dat het samen zijn de kronieken zijn van waar wij vandaan komen, de verbinding. En dan is de vorm totaal niet belangrijk hoe zich dat uitpakt. Het gaat om de inhoud. Dus ik haal steeds naar voren hoe dankbaar ik ben. En dat is de manier hoe ik dat doe. Ik vertaal dat nu met woorden. Maar dat kun je allemaal op je eigen manier natuurlijk doen. Het gaat om aandacht aan het begin van de dag. Ja. Want dan heb je hele mooie gesprekken. En dan is er ook geen hurry-hurry. Dan is alles is heel rustig en open. Absoluut. Dat is een ongelooflijk verschil. Dat is ook een hele mooie verdieping trouwens die je hier nu aan geeft. Ja, dat was een mooie tip die Martijn gaf. Ik hoorde hem voor het eerst iets van een jaar geleden. En ik ben er sindsdien mee aan het experimenteren gegaan. En in het begin sporadisch. Ik vergat het ook eigenlijk heel vaak. Maar inmiddels doe ik het zo'n 4, 5, 6 keer per week. En bevalt me uitstekend. Want wat ik merk is op het moment dat ik dat doe, dan bepaal ik eigenlijk hoe de dag gaat. Dat is echt heel bijzonder. De wereld die mag in het bult vallen, maar ik voel me zoals ik het heb neergezet, zeg maar, in de ochtend. Dus dat, ik zal nog even iets meer vertellen over wat ik dan doe feitelijk, hè, los van wat Martijn zegt, hè, je hele lichaam voelen en dat moment van wakker worden pakken. En wat ik eigenlijk de opdrachten die ik geef. Martijn zegt dat het heel belangrijk is om jezelf voor te stellen als galactisch wezen. En dat je persoonlijkheid, echt je persoonlijkheid is, zeg maar, een onderdeel van de matrix. En dat je galactisch wezen dat niet is. Dus dat is het hoofdonderscheid wat je maakt. Dus die doe je ook in de bekrachtigingen. En ook in de ochtendbekrachtiging. Dus dan, ik zal even zeggen wat ik dan zeg. Je kunt daar, Martijn heeft daar zijn eigen varianten op. Maar dit is een beetje, dit is een beetje zoals ik het doe. En daar kun je mee spelen. Martijn die moedigt ook aan om daarmee te spelen. Nou, ik heb er dit van gemaakt. En dat is, wijkt niet eens heel erg af van wat Martijn zegt. Maar ik zeg dan van, nou, als galactisch wezen, een representant van al het leven in het multiversum, een legitieme houder van dit cyberbiologische lichaam, geef ik de opdracht, de Galactic Command, om van alles en nog wat. En een van de dingen die ik dan in de ochtend doe, is dat ik uitspreek dat ik de opdracht geef om betekenisvolle ontmoetingen te hebben. En sinds ik dat doe, heb ik dat ook eigenlijk. En dat had ik natuurlijk daarvoor ook wel, maar ik merk wel dat het intensiveert op het moment dat ik dat echt uitspreek. En ook op het moment dat ik me uitspreek, dat ik me energiek voel en krachtig en allemaal dat soort dingen. Dan mag de wereld echt in een bult vallen en soms gebeuren er echt hele turbulente zaken. Maar het bijzondere is dat ik merk dat als ik 's ochtends die zo'n bekrachtiging heb uitgesproken, dat de dag ook daadwerkelijk gaat zoals ik hem heb uitgesproken. En ondanks van allerlei bewegen om me heen voel ik mij toch zo. Dat is heel bijzonder. En iets anders, er zijn verschillende dingen die ik daar ook mee doe. Daar zal ik de volgende keer iets over zeggen. Onder andere iets met de stoffen aanmaken in je lichaam. En dat heeft hele bijzondere resultaten. Bijvoorbeeld dat ik, zoals ik hier sta, al 34 dagen op water leef. Heb ik niet zo gepland, had ik ook niet verzonnen. Maar het is wel zo, dus daar zal ik volgende keer iets meer over vertellen.
Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Geef dan even een duimpje op YouTube. En als je meer van deze video's wil zien, abonneer je ook even op mijn YouTube kanaal. Dus heel graag tot een volgende keer. Zie je aan de andere kant.